Maar wat is dat dan voor man? Vroegen we Hitlerkenner en historicus Maarten van Rossum. Stel dat hij hier inderdaad hier zou rondlopen, wat voor man? Dan denk ik dat hij eigenlijk een vrij beminnelijke figuur was. We weten van zijn directe medewerkers, met name zijn secretaresses, dat hij heel aardig en attent was en altijd vroeg naar de kindertjes en een cadeautje meebracht en zo. Dat is langs het kleine werk. Hij was ook heel lief voor honden en vegetariër, niet roker. Dus hij zou wat dat betreft in een moderne samenleving goed mee kunnen. En tegelijkertijd was hij natuurlijk een ideologisch bevlogen politicus die, althans als leider van Duitsland, de meest gruwelijke ellende heeft aangericht en verantwoordelijk kan worden gehouden voor tussen de 50 en de 100 miljoen doden. Want ik denk dat zijn spreektalent eigenlijk in een zekere zin ouderwets was. Omdat het, als je ooit zo'n redenvoering hebt gezien, ze duurde ontzettend lang en hij begint heel gematigd en tenslotte dan raakt hij eigenlijk voor onze begrippen volledig boven zijn theewater. Wie steht fest? Zo wie deze blok hier? En voor de televisie heb je een beetje een laid-back stijl nodig, een beetje ironie, jezelf ook een beetje op de hak kunnen nemen. Dat werkt voor de televisie verreweg het beste. Dus ik denk dat Hitler voor de televisie niet had kunnen doen wat hij in die grote zalen in Duitsland deed. Op grond van de film zou je bijna vrezen dat ook in het Duitsland van nu grote kansen liggen voor iemand als Hitler. Dat betwijfel ik in hoge mate, eerlijk gezegd. Wat je niet moet vergeten is dat de Hitler die wij uit de geschiedenis kennen is een Hitler die leider is geworden van het belangrijkste en sterkste land van Europa. Waardoor hij ook een soort charismatische uitstraling heeft. Hitler is naast een genocidale massamoordenaar ook een icoon van een tijdperk. Die mensen nu eenmaal, net als Elvis of Marilyn Monroe, onmiddellijk herkennen. Dus in die zin, ik begrijp niet waar dit soort van lollige experimenten eigenlijk voor nodig zijn. Maar gedachte-experimenten over Hitler zijn populair. Zo plaatste de New York Times vorige maand deze babyfoto van Hitler op Twitter met de vraag: als u terug kon gaan in de tijd, zou u dan deze baby vermoorden? De vraag werd trending en zelfs aan presidentskandidaten voorgelegd. Hell yeah, I would. Even if he was really cute. No, look, you gotta step up, man. Ik zou niet schromen hem om het leven te brengen. Op een sympathieke manier, ik zou er een kussentje op drukken. Maar... Echt waar? Ja, dat zou ik doen. De vraag is natuurlijk, zou dat verstandig zijn? In de New York Times peiling was 42% voor het ombrengen van baby Hitler. En hier lijken we ietsje softer. Nee. Niet? Nee. Nee. En ongelukkigerwijze, ik zei het al, hebben heel veel mensen weinig benul van de essentie van democratie. En denken ze, als er toch maar eens krachtige leiding zijn, dan zal alles anders en beter worden. Ja, kijk naar Turkije. Want wat zou... Of kijk naar Rusland. Of kijk naar Hongarije. Kijk naar al die landen die in de greep raken van zo'n narcistische gek en uiteindelijk altijd ontsporen.